Oh nee! Oh, dit is super zielig, die Magikarp die hier ligt te chillen. Oh nee, er liggen hier superveel Magikarps. Yo, ik vind het niet oké wat jullie hebben gedaan, jongen. Yo, Nintendo fans! Er heeft een aardbeving plaatsgevonden. Dus ik loop even uit de bibliotheek om te kijken naar wat er allemaal gebeurd is. Chuka, Rick en Dawn en Rowan zijn ook van de partij. En Rowan zegt, wat gebeurt er? Dat was geen natuurlijk verschijnsel. Oh, kijk, er is een Sailor Man die weet wat er gebeurd is. Hij zegt, hey, oude man en kinderen. Er is zojuist iets gebeurd. Er is een grote explosie geweest bij Lake Valor. Kaboom! Precies zoals dat. Nou, ik was toch al onderweg naar Lake Valor. Dus als je dat wil zien wat daar gebeurt, dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En knal even dat belletje aan voor mij. Dat zou ik super leuk vinden. Duke en ik zeg, ja, ik ga daar ook naartoe. En hij is er alweer vandoor. Hij gaat alweer gelijk weg. Rowan zegt ook, ja, die Duke en ik, die kan echt niet stilzitten. Maar Rickachu, ik ben heel erg bezorgd over Lake Valor. Ga alsjeblieft uitzoeken wat daar aan de hand is. Maar voordat je gaat, don't get in over your head. Of haal je niks te veel op de hals. Is dat volgens mij in het Nederlands. Rowan en Dan komen daarna ook aan. Maar eerst moeten wij even vooruit gaan. Let's go! Even lekker stukje fietsen, jongens. Oh, kom ik onderweg nog even iemand tegen die wil battelen. Met een level 20 Roselia. Dus hier ga ik me niet al te druk om maken, jongens. Oké, we zijn er. En nu kan ik wel hier naar binnen lopen. Lake Valor. Oh ja hoor, en het Team Galactic is ook weer van de partij natuurlijk. En hierna gaan ze naar Lake Verity, zeggen ze. Wat? Oh nee! Oh, dit is super zielig, die Magikarp die hier ligt te chillen. Oh nee, er liggen hier superveel Magikarps. Yo, ik vind het niet oké wat jullie hebben gedaan, jongen. Vind je dit nou leuk? Al het water weg laten lopen en dan Magikarps hier dood laten gaan. Dat kan je niet maken, joh. Ik ga dit jullie betaald zetten, jongens. Hoppakee, lekker gedaan, Simba. Gewoon in één keer wegwezen met die Glammeo. Aap tegen kikker gevecht, jongen. Hutsakee, Flamewheel weg met die Krogunk. Hoppa. Ik heb hier allemaal geen tijd voor. Ik moet even goed kijken wat hier allemaal aan de hand is. Wat hebben jullie gedaan? Daar, jongen. Freaking Team Galactic. Niet oké. Ik vind het echt super zielig voor al die Magikarps hier, joh. Dat kan toch niet? En kijk ze hier trots staan, jongen. We hebben de Galactic Bom laten ontploffen. Dat was een fantastische knal, zegt hij. Ah, jongen, het is nog geen oud en nieuw. Je mag nog helemaal niet knallen. Hier, Golbat, pak aan. Zo, die is weer weg. Blade al lekker naar level 39. En Krogunky ook weg. Mijn Pokémon zijn veel te sterk voor jullie, jongen. Heerlijk. Oh, ik vind dit zo niet oké. Al het water is hier weggelopen. Alle Magikarps liggen hier op het droge. Ik ga hier naar binnen. Wie is dit? Wie is dit? Met je blauwe haar. Wie ben jij? Dit is de commander. En hij zegt, de missie gaat goed. De baas zal wel blij zijn. Alles is voor iedereen. En voor Team Galactic. Hij zegt, ik herken je gezicht. Jij bent degene die de Team Galactic gebouw in Eternal City heeft overvallen. Jupiter moet zich schamen. Die is verslagen door een kind. Maar iedereen die het tegen Team Galactic opneemt, moet verslagen worden. Oftewel, we moeten nu tegen deze commander. En dit is commander Saturn. Dus we hadden eerst Mars, toen Jupiter en nu Saturn. Dus die begint met Kadabra en die gooit hem zo heel casual. Zo, wat sikkideetje. En ik ga jouw Kadabra eens even lekker een beetje bijten. Want dat is super effectief. Ook al heb je jezelf beter beschermd tegen physical attacks. Je begint even te dansen. De regendans te doen. Oké, dus hierna kom je waarschijnlijk met een regen-Pokémonnetje of zo. Met een water-Pokémonnetje. Oké, je Kadabra is in ieder geval al weg. Saturn. Nu komt hij met Bronzor. Dan kom ik met Abu, die ik niet eens geheeld heb. Vanuit mijn vorige aflevering zie ik nu. Flamebeam. Oh ja, de firepower is natuurlijk weakened, hè. Dus omdat het regent, is vuur nu minder krachtig. En dit is wel super effective. Weet je wat? Dan mag Blade het gewoon gaan doen. Let's go, Blade. Night Slash. Kijk, dit gaat wel hard. Dan krijg ik een Gyro Ball. Oh, je gaat opeens wisselen. Je gaat Bronzer opeens weghalen. En dan gooi je gewoon je Toxicroakie erin. Oké. We gaan het zo spelen, blijkbaar. Night Slash nogmaals. Daarbovenop. Die is not very effective. Oh, en hij healt nu ook gewoon. Oké. Wat als ik Play Rough doe? Is dat... Ja, kijk, dat gaat beter. Toxicroak gaat mij even vergiftigen. Ja, dat is altijd irritant. Dat is altijd vervelend. Kijk hem nou gaan, joh. Dus een Kadabra die zorgt er gewoon nou voor dat die Toxicroak geheeld is. Hij speelt het wel goed. Saturn snapt wel hoe je dit spelletje moet spelen. Maar alsnog ga ik je pakken, vriend. Lekker. Toxicroakie is ook weg. 3 Pokémon gaan een level omhoog, waaronder Jaws. Onze Carnivine is dat. Gerrit, wil jij even Bronzor kapot maken dan? Doe maar even Muddy Water. Dat zal toch wel genoeg zijn, of niet? Om Bronzor te slopen? Jawel, oké. Ja, en wat heb je hier dan op te zeggen, meneer Saturnus?
zit je net een beetje over Jupiter te klagen, maar nu verlies je zelf ook van mij. Ja, dat is een schok, hè? Ja, en nu? Hij zegt, oh, zelfs ik, een commander, ben alleen maar in staat om een beetje tijd te winnen. Nou, het is oké. Een kind zoals jou zou de flow van de tijd nooit kunnen wijzigen of veranderen. Team Galactic zal de 3 legendarische Pokémon van de meren krijgen en met hun kracht gaan ze een nieuw universum maken. En nu zal Mars de Pokémon bij Lake Verity wel hebben gevangen. Yo, maar is die... Nee, joh. Niet die legendarische Pokémon vangen, jullie flapdrolletjes. Oftewel, we moeten nu naar Lake Verity. Helemaal terug naar het begin. Daar waar ons avontuur begon, moeten we nu heel snel weer naartoe. Yo, Rowan. Hij zegt, oh, Rickachu, wat een timing. Deze Galactic Choppies, die willen de legendarische Pokémon hier vangen. Je moet Dawn helpen. Is goed, ik ga er naartoe. Oh, wauw. Jij stond echt verdacht opgesteld. Verdekt opgesteld bedoel ik. Ook wel een beetje verdacht. Nu gaan we tegen 2 Pokémon eens. We gaan een duo battle doen. Oké, Simba en Abu staan op plek 1 en 2. Ik denk niet dat jullie daar blij mee zijn, Team Galactic. Want jouw Flamewheel of jouw Silcoon zal al in één keer gesloopt worden door mijn Flamewheel. Hoppa. Die is al gelijk weg. En Glammy, jou gaat sowieso gelijk kapot door Spark. Sowieso. Doei. Dan nu Glammy jou. En Stinky Diertje. Stinky Diertje is even weg. Maar die gooit nog een Aftermath. Maar dat boeit niet. Yo, ik heb hier helemaal geen tijd voor, jongen. Ik moet gewoon legendarische Pokémon gaan redden. Wat ziek idee. Glammy jou weg. En de laatste 2 gaan er ook vandoor. Allemaal gewoon lekker in 1 klappie. Zo, wegwezen. Uit de weg nou. Ik heb betere dingen te doen dan jullie battelen. En daar staan er ook nog 2, joh. Deze moeten ook nog even kapot. Hebben jullie dan ook allebei weer 3 Pokémon? Ja, jullie hebben er allebei 2. Stunky en Beautifly. Let's go. We maken echt alles in 1 klap kapot. Verschrikkelijk. Sparky. Donald wil nu Hydro Pump leren. Dat is de sterkste wateraanval. Maar die ga ik toch niet leren. Omdat hij best wel vaak mist. En dat vind ik altijd heel irritant. Zo, nog even die laatste Glammeow wegjagen. Doei. Dan wil Blade nu Sucker Punch leren. Ja, nee, dat hoeft eigenlijk niet. Night Slash is net zo sterk. Ik vind Knock Off eigenlijk nog beter. En Absol is snel genoeg om vaak zelf al als eerste te gaan. Dus laat maar. Nee, Dawn, hoe gaat het? Mars die zegt, ah, dit gezicht, dat ken ik. Hè. Maar wat is de blik in jouw gezicht? Wat is dit voor blik? Herinner je me niet? Nou, ik ga je wel weer vertellen wie ik ben. Ik ben Mars, een van Team Galactic's commanders. En ze vindt het schattig dat wij denken dat wij de wereld kunnen redden. Oké. We gaan opnieuw battelen. Heb je je Pokémonnetjes een beetje getraind dan? Of nog niet? Je begint met een Golbatje. Daar ben ik altijd wel blij mee als ik lekker met Simba begin. Met onze Luxray, want die maakt gehakt van Golbats. Gewoon 1 keer Sparky en wegwezen. Dan de 2e, Purugly. Die ga ik even een tikkie geven met Abu. Ik ga gewoon gelijk voor close combat. Ik ga gelijk all out. Mijn sterkste aanval. Ja hoor. Wat ziek idee. Dat is best wel een behoorlijk dikke kat, jongen. Ik heb nog nooit een kat gezien die zo dik is. Hoppakee, de 2e Pokémon van Mars is down. En volgens mij waren dit jouw Pokémon de vorige keer. Maar je hebt blijkbaar nu nog een extra Pokémon. Dat is Bronzor. Ook al een Bronzor. Bronzor is populair bij jullie, hè? Ja, jullie houden wel van Bronzor. Nou, ik gooi lekker Flamewheel. Bronzor overleeft dat gewoon weer, joh. Nee, niet Confuse Ray. Dat is ook echt het enige wat deze commanders kunnen. Gewoon mijn Abu confusen. Voor de rest lukt niks. Alleen dit lukt bij hun. Lekker Abu. Gewoon Flamewheel gooien. Wat een sick idee. Ja, Mars. Dit ging best wel snel, hè? Dit ging best wel goed voor Team Rickachu. Oh, nee. Niet weer. Ik heb weer verloren. Ah, eerst bij Valley Windworks en nu bij Lake Verity. Dit zou niet moeten gebeuren bij een Team Galactic Commander. Oké, Mars, rustig, zegt ze tegen zichzelf. Ik heb mijn deel gedaan. Mijn missie was om de Lakes Pokémon te transporteren naar onze headquarters. Heb je dat al gedaan? Ah. Dus ze hebben nu al 2 van die 3 legendarische Pokémon gevonden. Ze hebben May Spirit al gevangen. Of die juist niet. Ze zegt May Spirit die is ook tevoorschijn gekomen. Die gaan waarschijnlijk zijn vrienden helpen. Nee, die hebben ze wel gevonden. Nu hebben ze allemaal. May Spirit. May Spirit, het wezen van emotie. Azelf, het wezen van daadkracht. En Uxie, het wezen van intelligentie. Nee joh, hebben ze alle 3 al gefixt? Ja, Rowan zegt, oké, dit is dus ook bij Lake Valley gebeurd. Team Galactic heeft de legendarische Pokémon gevangen. Jullie hebben het opgenomen tegen criminelen. Goed gedaan. Maar wat is er bij Lake Aquity gebeurd? Is Chukarik safe? Dus wij moeten nu naar Lake Aquity. En dat is helemaal hier bovenin. Dus we moeten even hier naartoe vliegen naar Eterna City. En dan moeten we hier door de grot bij route 211. Denk ik dat we nu ergens hier naar boven moeten. Want nu kunnen we dus wel strength hier gaan gebruiken. Dus nu kunnen we eindelijk hier verder. Kijk, hoppakee. Oh, oké. Okay. Meditate, ik weet niet wat je wil komen doen.
Je komt even bemoeien gewoon. Je denkt, oh, laat ik hier maar langslopen en ik ga even een Luxraidje aanvallen die 30 levels hoger is dan ik. Dat maakt helemaal niet uit. Weet je wat? Ik laat hem wel met rust. Doei. Wat ligt hier dan voor item, Piet? TM69 Rock Polish. Maar we moeten nu dus onze weg gaan zoeken hier door deze grot. Of was dit het? Zijn we er nu al? Ik bedoel, we kunnen hier dan naar buiten. Nee, we moeten hier wel een routetje gaan zoeken, denk ik. Want als we hier naar buiten gaan, dan zijn we hier op route 211. En dat is gelijk Celestic Town. Dus in de volgende aflevering gaan we kijken hoe het met Chuka Rick gaat. Ik ben heel benieuwd. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En knal even dat belletje aan als je geen enkele video wil missen. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!